Goede actie van Utrecht. In de 16 meter afgelegd. Daar is Nelissen. En daar is het net geen 1-0. Bekende personen schuiven door het beeld bij de eerste hoekschop van Cambuur. Door Abma overgeschoten. Abma. Lucius komt niet voor van Utrecht. Die houdt hem goed bij de bal weg. Levchenko. De dreiging van der Heijden. Cambuur is redelijk begonnen. Nelissen nu weer vrij. Moeilijke hoek. En de redding van Wapenaar. Maar tot twee keer toe is Robin Nelissen gevaarlijk. 12e minuut bij de vrije trap van Abma. Nelissen is er nog. En maakt de bal vrij. Nelissen op de paal. Wat heeft hij een pech. Van der Heijden dan ook nog een keer. Overtreding Müller tot slot. Drie keer is Robin Nelissen de gevaarlijkste man. En hier heeft hij pure pech als hij op de paal schiet. Maar Cambuur is aanvallend en enthousiast begonnen. Levchenko. Het oogt vloeiend. Bij de club uit Leeuwarden. Van Utrecht hier, Nelissen. Terug op Van Utrecht. Nog voldoende mensen voorin. Hoekschop voor Cambuur opnieuw. De derde hoekschop inmiddels. En daar is het geen 1-0 opnieuw. Hendricks en Wapenaar die uitstekend zijn doel uitkwam. Levchenko niet langs zijn man. Van der Heijden. Levchenko of Wapenaar. Het wordt Wapenaar. Op Van Utrecht in één keer. Want Wapenaar is nog niet terug. Nu wel. Je zou niet zeggen dat Cambuur de nummer 17 is zoals het de eerste 18 minuten speelt. Cairo. Hakje op Robbenmond, terug bij Cairo. Utrecht wordt sterker en heeft hier pech. Groenendijk. Dijkhuizen laat hem vallen. Dijkhuizen bij de rond die redt. Ruim 24 minuten gespeeld. En ex-Cambuurspits Dijkhuizen. Gevaarlijk namens FC Utrecht. De rond redt. Lucius, Dijkhuizen. Lucius van afstand, goed schot in de handen van de Ron. Maar langzaam kruipt Utrecht wat meer naar voren. Martel. Moet altijd naar binnen. Hij heeft het beste voorzet in het rechterbeen vanaf die linkerkant. Hij schiet nu zelf de Ron en 1-0. John de Jong. De voorbereiding van Martel. Die Stefans naar binnen trekt. Het afstandsschot met moeite gepareerd door de Ron. En John de Jong profiteert. En zo leidt Utrecht toch. Hoewel Cambuur het beste begon. Maar verzuimde te scoren. Martel. Is er langs bij Scharrenburg. Korte hoek Martel 2-0. Een hele knappe. En zo dendert FC Utrecht in 2 minuten over Cambuur heen. Dit is een goede actie van Martel. En vanuit een lastige hoek passeert hij de Ron. Mooie goal. Van der Heijden. Van der Heijden naar de achterlijn. Het wordt een moeilijk karwei voor Cambuur. Nelissen en Wapenaar. Gooi Müller op Nelissen aan het begin van de tweede helft. Goede beweging van Nelissen. Die komt toch ver en weer goed weggedraaid. Nelissen en opnieuw geen geluk. Ook aan het begin van de tweede helft niet. Dijkhuizen. De Jong komt ervoor. Vergozen werkt weg in de voeten van Zuidam. De Jong goed gekaatst. Cairo en de Ron. Daar was het al bijna helemaal gedaan. Maar Cairo gaat er heel slordig om met deze kant. Hendricks. Nelissen laat hem goed vallen. En dit is een serieuze overtreding van Zwaanswijk. Nelissen was er langs. Nelissen liet die bal goed achter Zwaanswijk vallen. Die houdt hem dan even vast. En er is inderdaad maar één straf voor.
rood. En zo wordt het misschien toch nog een wedstrijd. Want Utrecht moet met 10 man verder. Corner van Martel draait gevaarlijk in. De Ron zit ernaast. En zo is het 3-0 met 10 man. En is de wedstrijd toch echt gespeeld. De goal komt van Van der Gaag. Het ziet er niet goed uit bij die eerste paal, bij die hoekschoppen van Martel. Hij valt achterin en het is een koud kunstje voor Van der Gaag. De Waard is de invaller bij Cambuur. Die krijgt de bal voor de goal. En dan gaat Van der Gaag het wel met heel veel risico doen. De corner van Cambuur. Ingekopt en doelpunt. Ja, die merkwaardige kopbal van Van der Gaag profiteert Cambuur uit de hoekschop. Het doelpunt is van Vergozen. Martel nog. Bosgaard en De Jong en De Ron. Van Utrecht. Trekt hem laag voor. Daar komt Schepers. Goed afgelegd. Alfle dan. Buitenkant rechts geschoten en weggehaald. Goeie beweging De Waard. In de 16 meter inmiddels. Ferrier en 3-2. En de lef van Cambuur wordt beloond. Van der Heijden scoort. Tegen 10 man. Zet de Kruijzer er een vierde spits bij. En met een minuut of 7-8 te gaan is het toch 3-2. Alfle. Goeie beweging van De Waard. Trekken maar voor Nelissen. 3-3. De lef van Cambuur betaalt zich volledig uit. Utrecht kwam met 10 man te staan. En kwam op voorsprong met 3-0. Kruis speelde alles of niets. En alles lijkt in dit geval 1 punt, want het is 3-3. En dat is heel, heel dapper gevoetbald door Cambuur. En natuurlijk gaat Cambuur nog een keer. Het presteerde al bijna het onmogelijke. Het wil nu echt het onmogelijke. En het zou nog kunnen, ook hier van Utrecht 4-3. Hoe bestaat het? Kansloos leek Cambuur bij 3-0 achter. En hier wordt die gek Gert Kruijs tegen zijn oude club. En hij heeft gelijk, want hij nam alle denkbare risico's. En sleept 3 punten uit het vuur.